Een nieuw instructiefilmpje betekent ook weer een nieuw onderwerp en ditmaal zal het onderwerp werken met tabellen zijn. Ik ga daarvoor een leeg tekstdocument aanmaken en ik ga met jullie samen een tabel opzetten die de schoolbevolking van de regio Genk vertegenwoordigt. Schoolbevolking, regio Genk. Ik maak daar een titeltje van en ik kies een iets leuker lettertype voor. Hier zou mijn tabel moeten gaan komen. De cijfers uit de tabel heb ik genomen van de website van Genk zelf. Een tabel invoegen kan je via het icoontje van boven, tabel hier, of je drukt op het pijltje erlangs, of je blijft eventjes met de muis ingedrukt op dat icoontje staan en je krijgt een rastervorming. Hier kan je gaan bepalen hoeveel rijen, dat zijn de horizontale vakjes naast elkaar, of kolommen, dat zijn de blokjes verticaal gestapeld op elkaar, je wil gaan gebruiken. Je kan ook van onder op het knopje meer drukken om nog meer te doen. Of je zou kunnen gaan naar tabel, invoegen, tabel. En dan kan je hier gaan bepalen, je mag de tabel een naam geven, bevolking. En dan kan je aan de hand van deze dingetjes kolommen gaan bepalen of rijen gaan bepalen. Je kan ook bepalen of er een kop, dat wil zeggen een eerste of zelfs meerdere rijen van die kolom, van die tabel behoren tot de kop van de tabel. Die kop kan je dan ook iedere keer herhalen, of die wordt iedere keer automatisch herhaald op iedere pagina dat je zal afdrukken. Heel handig als je gebruik moet maken van hele grote tabellen. Je kan ook kiezen voor auto-opmaak, en binnen auto-opmaak zijn er een aantal standaard voorgedefinieerde templates of schablonen die je kan gaan gebruiken om tabellen al een opmaak te geven of in een opmaak te voorzien. Als je nu op OK zou drukken, oké, dan ga je zien dat er al een tabel voorgevormd voor je klaarstaat. Ik wil echter van start gaan met een volledig lege tabel, zodanig dat je ook kan zien hoe dat ik een tabel opbouw, eventueel cellen bijvoeg of rijen bijvoeg, kolommen verwijder enzovoort. Dus ik ga terug naar mijn lege scherm. Ik ga een tabel invoegen. Tabel invoegen, en als ik mij niet vergiste had ik zeker 5 rijen nodig en 4 kolommen. Dat wil zeggen 5 rijen, 4 kolommen in dit geval. Voilà, zo staat die goed. Wat gaan we nodig hebben? We gaan een aantal gegevens invullen. Die gegevens zijn als volgt. We gaan het hebben over het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, secundair en het hoger onderwijs binnen Genk. En dat doen we zowel voor jongens apart, meisjes, en we willen een totaalbeeld hiervan krijgen. Nu, ik kan deze waarden al beginnen invullen, maar ik wil mijn tabel sowieso wat verfraaien. Meestal wordt er in tabellen gebruik gemaakt van gecentreerde waarden. Dat ga ik nu al instellen. Ik duid gewoon via de linkermuisknop, die hou ik ingedrukt, en ik duid mijn cellen aan. En ik ga nu al zeggen dat alles binnen die tabellen gecentreerd zal mogen worden. Ik ga ook al wat waarden ingeven die ik op de website van Genk gevonden had. 2, 4, zo. 3465. Van het hoger onderwijs was het niet bekend hoeveel jongens en meisjes dat er waren. Wel een totaalbeeld. Dat zal ik zo dadelijk ingeven, maar niet een gescheiden cijfer. Dus 1246. Zo. Voilà. Hier wist ik ook al van dat het totaal hoger leerlingen in het Genkse 480 bedraagt. Nu, ik ga de opmaak al wat verfraaien, dus ik ga deze rij aanduiden en ik zeg hier moet alles van vet, cursief, en dat mag een beetje kleiner. Ook hier ga ik een ander lettertype kiezen. Ik vind het Tahoma lettertype bijvoorbeeld een mooi lettertype. Zo, ik heb de eerste lettertjes van Tahoma ingegeven zodat die automatisch terecht kwam bij het juiste lettertype. Ik duid die nog eens aan en ik maak ze iets kleiner. Voilà. Deze waarden die hier komen, die ga ik laten berekenen. Dat is heel handig. Binnen Writer kan je snel gebruik maken in tabel van een aantal functies. Dus je kan gaan gebruik maken van tabelformule. En dan kan je hier zien, aan dit pijltje, kan je een aantal formules gaan ophalen. In mijn geval heb ik altijd de somformule nodig. En het mooie voordeel is dat hier rechtsonder ook al het somteken aangeduid staat van het moment dat je een tabel geselecteerd hebt. Dus ik sta hier bij totaal. Ik druk op som
en ik ga bepalen met het indrukken van de linkermuisknop en het slepen. Ik druk het hierin en ik sleep dan naar mijn tweede cel en je ziet duidelijk, het zal waarde B2 tot en met C2 zijn. Nu, ik ga nu al eens enteren, gewoon kijken of het totaal lukt en dat blijkt inderdaad te kloppen. 2552 leerlingen in het kleuteronderwijs in de regio Genk. Nu, ik ga mijn tabel nog wat verfraaien, want zo zijn die cijfers, geven mij die nog niet alles. Bijvoorbeeld, over welk schooljaar gaat het? Uiteraard heb ik dat expres gedaan, zodat ik je nu kon laten zien dat ik een nieuwe rij wou toevoegen hierboven. Dat kan ik door in de betrokken rij te staan, rechtermuisknop te kiezen, rij invoegen. Je kan dan een rij gaan invoegen. Hij vraagt je dan hoeveel rijen wil je gaan invoegen. En je kan hier via de pijltjes gewoon gebruik maken om één of meerdere rijen in te vullen. En je kiest dan van onder welke positie dat de nieuwe rij zou moeten krijgen. Ervoor of erna. Dus in dit geval ervoor om het titeltje hierboven te krijgen. Ik druk op OK en ik krijg een nieuwe rij ervoor. Datzelfde ga ik doen hier met deze kolom. In plaats van dat ik deze kolom nu zo eens helemaal selecteer, via het indrukken van de linkermuisknop, kan ik je ook de pijltjes al eens laten zien. Als ik met de muiscursor juist boven de eerste cel van de kolom ga staan, dan wordt mijn cursor een zwart pijltje. Druk ik nu, dan ga ik mijn hele kolom selecteren. Doe ik dat hier bij de derde kolom, zo, dan krijg je dat geselecteerd staan. Het is ook mogelijk van meerdere kolommen te selecteren, maar niet in iedere writer-versie. Dus dat ga ik je niet laten zien. Hetzelfde kan ik ook doen om een rij te selecteren. Ga ik met de muis iets voor een rij staan, dan krijg ik terug het pijltje te zien. Ook dit kan ik dan weer gaan gebruiken om een volledige rij te selecteren. Excuseer. Nu wil ik hierin gaan plaatsen schooljaar 2005-2006. Maar je gaat zien dat dit vak te klein is. Schooljaar 2005-2006. Dus dat komt niet zo heel mooi uit. Wat ga ik daarvoor doen? Ik ga deze drie cellen samenvoegen. Dus ik duid ze nu opnieuw terug aan, rechtermuisknop, en dan ga ik naar cel samenvoegen. En je gaat zien, kijk, de drie cellen zijn nu samengevoegd tot één cel. Uiteraard die spatie die hierboven staat, die mag ondertussen weg, dus ik doe die gewoon weg. Datzelfde ging ik ook doen, had ik gezegd, hier voor deze kolom. En dan ga je zien dat de formule niet meer klopt, uiteraard. Rechtermuisknop, ditmaal kies ik voor kolom invoegen. En nu ga ik opnieuw één kolom toevoegen, maar ik ga die er opnieuw voor toevoegen, zodat die hier aan de linkerkant komt te staan. Oké, en we krijgen al een duidelijker overzicht. Ook hier ga ik wat extra informatie plaatsen. Rechtermuisknop en ik zeg tegen de cellen, ik ga ze samenvoegen. En dit gaat uiteraard over het onderwijs. Nu, de manier waarop dit geschikt staat is eigenlijk niet zo mooi. Ik kan dat nog wel naar het midden zetten en zelfs wat lager plaatsen door te kiezen voor rechtermuisknop. Cel en dan hier te kiezen voor midden. Dan komt dat inderdaad wel mooi in het midden, maar ik wil het nu eens verticaal zetten. Rechtermuisknop, dan ga ik naar tabel. En ik moet even zelf zoeken, tekstverloop. Hier kan ik de tekstrichting veranderen van horizontaal naar verticaal. Ik druk op OK en onderwijs zal in een verticale richting geplaatst worden. Ik kan mijn cel wat kleiner maken door met mijn cursor juist op het lijntje te gaan staan, zodat mijn cursor teken verandert van het pijltje of van de cursorknipperaar naar deze scheidingslijn. Ik druk op linkermuisknop. En hij wil natuurlijk juist niet, dat is omdat ik hem nog vast had. En ik maak hem wat kleiner. Maar hij wil niet. Ja, voilà, daar was die. Ik had hem blijkbaar op een verkeerde plaats vast. Ook hier ga ik dat wat aanpassen. Een beetje kleiner maken. Ook dit ga ik terug centreren. Zo, centreren. Zwart. Ook die totale zwart maken. En schuin zetten. Hier moet ik nog een som gaan gebruiken. Deze waarde. Zo. En ook hier ga ik de som berekenen van deze twee cellen. Ik druk op Enter om te bevestigen en die waarde wordt erin gegeven. Ik ga nog wat kleureffecten moeten toekennen. Dat ga ik nu als eerste eens eventjes doen. Ik ga in bijvoorbeeld deze cel staan, rechtermuisknop en ik kies tabel. En dan kan ik bij achtergrond een andere achtergrond toekennen. Dus ik zal Lyceum Groen proberen te selecteren, ongeveer dit groen. Oké,
En dan staat schooljaar 2005-2006 met een groene achtergrond. Van het moment dat je een kleur als achtergrond kiest, kan je zelfs je tekens wit maken. Dat geeft een mooi effect. Dus ik druk rechtermuisknop teken. Ik geef mijn kleur wit. Waar dat je dan wel op moet letten natuurlijk, is dat je voorbeeld ook wit is. En wat geef ik dan meestal mee? Schaduw. En vaak nog omtrek, maar dat geeft hier in dit geval geen mooi effect. Ik druk op OK. En ik zie dat ik zeker mijn teken kan rechtzetten en nog iets groter maken. Zo, voilà. Dat komt dan mooier overeen. Datzelfde doe ik met deze selectie. Rechtermuisknop tabel. Ik geef die een 10% grijs tint. Zo. En ook het onderwijs ga ik eens een andere kleur geven. Tabel. En ik geef die als achtergrond lichtblauw, bijvoorbeeld. Nu wil ik nog een beetje de lijntjes een mooiere opmaak geven. Ik ga eens eerst heel mijn tabel aanpassen. Dus ik duid mijn hele tabel aan. Dat kan ik doen door ofwel voor alle rijen te gaan staan. Zo. En alle rijen te selecteren. Je ziet het niet zo duidelijk in het opnamefilmpje. Of de kolommen te selecteren achter elkaar. Dat kan je ook. Dan heb je de hele tabel geselecteerd. Maar je kan ook in plaats van boven te gaan staan of opzij te gaan staan, recht in het hoekje gaan staan. En dan zie je dat het pijltje diagonaal geplaatst gaat worden. Als je dit drukt, heb je ook de hele cel geselecteerd. Dus ik ga nu eens wat tabeleigenschappen, of de hele tabel geselecteerd. Ik ga tabeleigenschappen aanpassen. Dus ik ga naar tabel. En ik ga bij de randen aanduiden dat er hier via dit icoon geen enkele rand ingesteld moet worden. Ik druk op OK. En dan zie je nog wel wat lijntjes, maar dat is omdat je in de ontwerpweergave bezig bent. Als ik nu het afdrukvoorbeeld zou nemen, afdrukvoorbeeld, dan zie je duidelijk, ik zal dat op 100% zetten, zie je duidelijk dat er geen lijnen in mijn tabel aanwezig zijn. En nu kan ik zelf cel per cel, rij per rij of kolom per kolom de nodige lijnen gaan tekenen. Wat ik nu in dit voorbeeld ook zie, is dat het jongensvak veel breder is dan het meisjesvak en het totaalvak. Dus dat ga ik even nakijken. Ik zie inderdaad dat deze kolom veel breder is. Je kan iedere keer zelfs via kolom de breedte gaan bepalen, dus je kan die zelf gaan ingeven. Of, je hebt het misschien zien staan, je zou een breedte kunnen gaan bepalen. Hoe doe ik dat? Ik wil dat jongens, meisjes en totaal exact dezelfde breedtes krijgen. Dus ik duid die drie kolommen aan, rechtermuisknop, kolom, en ik zeg gelijkmatig verdelen. Als je zou kiezen voor optimale breedte, ik zal dat even doen, dan gaat hij de kolom zo smal mogelijk maken. Dat wil ik dus niet, dus ik doe even ongedaan maken. Maar ik wou wel dat ze gelijkmatig verdeeld werden, rechtermuisknop, kolom, gelijkmatig verdelen. En nu zijn die kolommen even breed. Ik ging me even concentreren op de cellen. Ik zie dat deze twee cellen nog niet samengevoegd zijn, dus dat ga ik even doen, samenvoegen, voilà. Oei, we zijn de opmaak verloren, dat is wel spijtig, dus dan gaan we dat opnieuw doen. Cel samenvoegen, we gaan kijken, die enter mag er tussenuit. En we hadden dat, als ik mij niet vergis, een lichtgroene achtergrond gegeven, deze. Oké, voilà, onze opmaak is terug. Nu ga ik eens even bepalen, dit moet als omranding rechte lijntjes krijgen, dat kan ik hier doen. Stel de buitenste rand in. Oké, we gaan eens even kijken. Nu heeft hij de hele tabel gedaan. Nu wordt het even zoeken hoe dat we juist dit ene hoekje gaan uitsluiten. Daarvoor ga ik dus opnieuw beginnen. Zo. Ik kies tabel en auto, maar dat gaan we niet doen. Ik zoek mijn tabeleigenschappen, hier van onder stonden ze, ik was ze eventjes kwijt. Dat is dus niet wat ik wil. Ik wil blijkbaar een aantal lijntjes plaatsen. Je ziet dat je die hier kan aanduiden. Maar ik wil zeker niet dat mijn vakje linksboven mee verwerkt wordt. Dus ik ga het anders moeten aanpakken. Ik ga bijvoorbeeld eens proberen door te zeggen, dit moet allemaal lijntjes krijgen. Rechtermuisknop, tabel en geef hier maar overal lijntjes. Oké. Voilà, dat geeft dan een beter beeld. En dan doen we dat hier ook nog. Rechtermuisknop, tabel, overal lijnen. Oké. En je gaat zien, hier linksboven, dat is niet mee uitgelijnd. Dus ik ga nog eens het afdrukvoorbeeld raadplegen. Voilà, dit is wat ik wou bereiken. Dus linksboven geen omleiding meegeteld.
Nu is het misschien een beetje te druk omdat die lijntjes sterk doorkomen. Dus wat zou ik kunnen doen? Ik zou kunnen bepalen dat die middelste lijnen hier, dat die niet volle lijnen zijn, maar stippenlijnen. Ook dat zal ik nog even aanpassen. Dus ik duid het kadertje aan. Rechtermuisknop. Tabel. En ik ga hier van de middelste lijnen, dus deze lijn en deze lijn, die ga ik een andere opmaak geven. Dus ik doe dit. Deze lijn duid ik aan en ik ga typen op stippenlijn zetten. Je ziet dat je alle kleuren kan aanpassen, de dikte kan aanpassen enzovoorts. Maar ik ga het gewoon simpel houden. De stippenlijntjes tussen het kadertje, tussen de tabellen, die zouden, de lijntjes zouden stippenlijnen moeten worden. Ik druk eens op OK. Ik ga eens kijken welk effect dat geeft. Dat ziet er goed uit. Wat je ook kan doen nog met een tabel. Ik ga eens even testen of het mooi uitkomt. Is daar een 3D schaduw onder laten vallen. Dus je kan ook bepalen hoe groot of welke kleur dat de schaduw moet zijn. Ik zal het nu even op lichtgrijs zetten. We drukken op OK en we gaan eens kijken wat dat geeft. Voilà, het lijkt alsof de tabel een beetje hoger uitkomt. Het geeft een klein 3D effect aan de tabel. We gaan kijken wat dat het resultaat is. Voilà, en zo te zien lijkt eigenlijk alles prima. Dit is wat dat ik aan jullie wil laten zien voor het onderdeel tabellen.